Ik wil het even hebben over de getuigen verhoren in de zaak Coldenhove. Dat is eigenlijk het verhaal van Lisa. De rechtbank zegt van niet, maar het is wel zo. En er hebben getuigen verhoren plaatsgevonden in mei, juni en augustus. Maar het getuigenverhoor van Yvonne Kuls, dat is uitgesteld. Maar dat vindt binnenkort plaats, zegt men. Maar ik had erbij mogen zijn. Maar vorige week, 17 augustus, kreeg ik van de anonieme rechtercommissaris uit Breda te horen van... Huig, of meneer Plug, u mag er niet bij zijn, want u heeft het een en ander op Twitter gezet. En dat had niet gemogen. Maar ja, ik doe aan waarheidsvinding en die idioten van het OM en de rechtbank, de slagbank in Breda, die doen dat niet. Mevrouw Kuls, de beroemde Haagse schrijfster, die zou naar Breda moeten komen. En dan gaan ze haar vragen stellen, niet over kindermisbruik en wat zij allemaal weet over die topambtenaar uit de jaren 70, 80, 90 tot 2012 ongeveer. Maar Kuls moet gaan praten over, die moet vragen beantwoorden van wanneer heeft Huig Plug de moeder van Lisa voor het eerst ontmoet. Daar moet Kuls over gaan antwoorden. Nou, toevallig was dat bij, dat was in 2019 dat ik de moeder van Lisa voor het eerst zag. En dat was bij de boekpresentatie, of dat bij een presentatie van Robert van der Luitgaarde in Heemstede. En er was Kuls, en er was Sanne Terlinge, Jacques van Huet, de oude gevangenisdirecteur was daar. Ik was daar, maar niemand wist eigenlijk op dat moment wie ik was. Ik was heel beroemd op Twitter. Heel veel journalisten kenden mij en die wisten dan wel wie ik was. En sommige politici ook. Maar de moeder van Lisa kende mij nog niet. Maar Kuls, dus binnenkort moet Kuls dan in de rechtbank gaan verklaren over... Wanneer heeft Marlies, de moeder van Lisa, Huig Plug voor het eerst ontmoet? Nou, ik zou zeggen, mevrouw Kuls, als u gaat verklaren, praat dan over de man die aan u is geïntroduceerd door de pedoseksuele kinderrechter Theo Ruup. De vicepresident van de Haagse rechtbank, die heeft een topambtenaar aan u geïntroduceerd die in de zaak Coldenhove aangifte tegen mij heeft gedaan. En Lisa zegt, ik ben verkracht door mijn vader, zegt ze. Maar ook door die ambtenaar. Een beetje moeilijke kost allemaal. Het is niet leuk om te horen, maar ja. Dat is waarom ik dit filmpje maak. Ik mag nu niet bij het getuigenverhoor aanwezig zijn. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Mevrouw Kuls dient te weten dat de anonieme rechtercommissaris... niet aan waarheidsvinding doet. Dat heeft ze ook gezegd tijdens een van de eerste verhoren. Ik heb dat genoteerd. Dit proces, deze procedure leent zich niet voor waarheidsvinding. Het is echt gezegd. Ik ben op 17 augustus opgestapt tijdens mijn verhoor. En de advocaten Idris van Stralen en Caroline Noorduin uit Den Haag, die doen ook niet aan waarheidsvinding. Dat is zeer opmerkelijk voor een advocatenduo. Ik zit best naar mijn bril te kijken eigenlijk, maar in die hierachter, maar goed, dit terzijde. Kijk nog even naar de filmpjes die hierna volgen. Dan zie je Kuls en dan hoor je haar praten over onder andere de pooier Dick Willard. Yvonne Kuls zag een topambtenaar in de auto zitten van de Haagse jongenspooier Dick Willard. En die is in 1991 gemarteld en vermoord. En in 1985 is zijn dochtertje Michelle Willard spoorloos verdwenen. Ze is nooit gevonden. En Kuls zag die topambtenaar die aangifte tegen mij heeft gedaan op dezelfde dag dat Rutte aangifte tegen mij deed in een andere zaak. Kuls zag die topambtenaar samen in één auto zitten, maar ook nog in de kroeg samen met een Haagse jongenspooier. Die pooier noemde zichzelf de zoon van de duivel. Best wel gek, hè? En in Breda willen ze alles in de doofpot stoppen. Nou, ik werk daar niet aan mee. Krijgt de kloot allemaal maar. Weet je, met die zieke geesten in Breda. Opgedonderd. Oh, het is een hele mooie zondag. Of een hele mooie maandag. Prettige avond. En dit is dus de e-mail van de anonieme rechtercommissaris. Die kreeg ik op donderdag 17 augustus 2023. Omstreeks 4:15.
Geachte heer Plug, de getuigenverhoren zijn bijna allemaal afgerond. Er staat nog een verhoor gepland van getuige Kuls. Dit verhoor mag u niet bijwonen, omdat u, ondanks mijn aanmaning niets over de verhoren op Twitter te zetten, dit toch heeft gedaan. Ik verwijs naar onderstaand bericht. Met vriendelijke groet, de rechtercommissaris. Nou, ik heb al sinds... Ik zag haar voor het eerst in maart 2023 en voor het laatst op 17 augustus. Ze heeft zich nog nooit voorgesteld aan mij. En er is gebruik gemaakt van valse aangiftes. Dus deze mevrouw is totaal niet te vertrouwen. Ze verwijst naar een, een tweet van mij aan Weird Duck, die ik op 7 juli naar hem heb gestuurd. En de rechtbank heeft daar een screenshot van gemaakt, 9 uur nadat ik hem heb geplaatst. Ik ga nu naar de originele tweet toe. En op 7 juli 2023 plaatste ik deze tweet en ik richtte hem aan Weird Duck. En hij heeft de moeder van Lisa geïnterviewd. Dus ik dacht van, nou Weert, misschien is het wel interessant om even jou op de hoogte te brengen dat Lisa en haar broer verklaring hebben afgelegd dat ze zijn verkracht. Onder andere door hun vader, maar ook door leden van een netwerk. En Weert kent de moeder van Lisa. En hij kent mij van al jaar, omdat hij mij al jarenlang volgt. En Weert zou mij vorig jaar, wilde hij me spreken en we hadden ook een afspraak gepland. Maar die ging door een treinstaking niet door, eind augustus. Bijna 1 jaar geleden was dat. En ik heb hem naderhand nog vaak geprobeerd te contacten via DM, Twitter en via een e-mail. Maar ja, dat gesprek tussen mij en Weert ging nooit door. Terwijl het toch, ik als erkende klokkenluider, we hadden al jaren, op mijn andere account hadden wij ook al contact. Mijn eerste account, Truth Hits Everyone. Dus hij weet wie ik ben en gevoelige materie natuurlijk. Dit gaat weer over kindermisbruik. En daar moet toch een einde aan komen. Nou, Weert, misschien wil je naar aanleiding van dit filmpje nog met me praten. En misschien kan je wel wat plaatsen of gewoon in de podcast, dan kom ik met bewijzen ook nog. En ik heb ook nog getuigen, hè? Dat moet je niet vergeten. Nou, Weert, ik hoor graag van je. Dit was een opname die ging over de dat de RC mij niet wil laten toegang verlenen bij het verhoor van Yvonne Kuls. Een groot schandaal is dit. Een grote doofpot. En ja, dat is gaande bij het OM en de rechtbank, de slagbank van Breda. Niet vergeten. Waarom weet jij dat zo zeker? Omdat ik op een gegeven ogenblik erachter kwam dat het waar was. En dat ik dan de betreffende mensen confronteerde daarmee. En die mensen het ook toegaven. Maar het gewoon vond dat gebeurde. En ook opmerkingen kwamen van, de oude Grieken deden dat toch ook. Het was heel heilzaam voor die knaapjes. De stalkende pooier die we hadden, die stond daar achter, ik zeg maar zeggen, waar nou die boom is, daar waren hoge bomen. En daar kwam een grote zwarte auto. Ja, die stond daar. Die stond daar. Ja, die stond daar. Ja, dan werden ze zenuwachtig in huis. De jongens? Ja. En dan hoorde je roepen, daar staat hij. Daar staat Dick. En en op een gegeven moment wist ik wie dat was. Dat was voor een jongenspooien. Ja, en ja, toen ik in mijn naïviteit dacht, die jacht ik wel even weg. Ja, dat ging natuurlijk niet, die lachte maar. Als er slachtoffers vallen, zijn er daders. En als die daders bij justitie zitten, dan zijn er grote belangen. Dan zijn er grote belangen. En dat zaakje heeft elkaar afgedekt en doet dat nog steeds. Waarom werd jij eigenlijk een beetje neergezet als een gekke vrouw? Omdat op dat moment ook de katholieke kerk nog niks had toegegeven. Als die dat wel had gedaan, dan kon ik in de kielzog mee.